De huid heeft een geheugen over ouderen en verlies. En ik wil nu even dit gedicht aan jullie voorleggen van Johanna Kruid. Het is een van jullie landgenoten, bij mij althans goed bekend, maar misschien minder bij jullie zelf. Wij zullen langzaam stiller zijn misschien. Haast ongemerkt wordt zwijgen dan tot spreken. De dagen lopen zachter door de weken. We zullen dichterbij de grenzen kunnen zien. En wat voorbij is, lijkt zo'n ver verleden. Zoals een heel oud boek dat lang gelezen is. Een dromend kind dat al verdwenen is. En niets te maken heeft met alles van het heden. We zullen langzaam stiller zijn misschien. En onze angst verbergen achter kleine dingen. Maar in de nachten zal het donker zingen van wat nog komt en wat je niet kunt zien. Heel mooi gedicht over ouderen. Omgaan met verdriet van ouderen is inderdaad de angst kunnen zien verborgen achter kleine dingen, zoals zo mooi in het gedicht staat. Het is het zwijgen laten spreken. Het is wat voorbij is kunnen voelen. En het is in een tedere aanraking vaak een oud verdriet oproepen. En voor degene die nog twijfels hebben, het feit dat je hier al zit, denk ik, kom je vanuit een diep respect voor ouderen en verdriet. Maar degene die nog twijfels daaraan hebben, wil ik even een uitspraak van de dichter Khalil Gibran voorleggen. Gaat om raad bij de ouden van dagen, want hun ogen hebben de aangezichten der jaren aanschouwd en hun oren hebben geluisterd naar de stemmen van het leven. Zelfs wanneer hun raad je niet bevalt, sla er toch maar acht op. En nu moet je even voorstellen dat ik hier twee grote koffers plaats. Ik heb daar één onder de tafel gelegd daar. Ik moet je even twee koffers voorstellen. Je moet nu even allemaal in gedachten naar huis gaan, je voordeur binnenstappen en eens alle plaatsen van je woning doorlopen. De woningen in Nederland zijn kleiner dan bij ons in België over het algemeen, maar loop toch maar eens alles door. De gang, de hall, de keuken, de eetplaats, de woonkamer als je een aparte woonkamer hebt. Ga even de trap op naar boven als je een verdieping hebt en kijk even overal rond. Vergeet je zolder niet als die er is. Kom terug en ga ook even in je kelder. En als je een tuin hebt achteraan, ga even naar buiten. Ga eens naar je tuin. Het berghokje in de tuin. De garage. Het hondenhok. En kijk eens wat je daar allemaal ziet staan, hangen. Wat zich daar allemaal bevindt. En dan moet je even voorstellen dat je een blad papier moet nemen. Daar in het midden een lijn moet optrekken. En aan de linkerkant moet je noteren wat je vandaag zou meenemen uit je woning, moest je na dit symposium nooit meer terug naar huis kunnen gaan. Wat zou je willen meenemen? Maar alles wat je wil meenemen, moet in twee zo'n koffers kunnen. Alles wat daar niet in kan, laat je maar achter. Dat kastje van je grootmoeder kan daar niet in. De kanarievogel en de hond gaan daarin dood. Dat schilderij van je opa, dat is te groot. Laten we thuis. Je fotoalbums, 4 kan je er meenemen, maar die 36 andere moet je thuis laten. Dus aan de ene kant schrijf ik op wat je mag meenemen, aan de andere kant wat je thuis moet laten. En hoe voel je daarbij? Dit is iets wat oudere mensen vaak overkomt. Wordt overleden ook herdacht? In voorzieningen voor ouderenzorg staan wij daarbij stil. En aanvaarden wij de validiteit van gevoelens. En laten we na om te oordelen of om te vergelijken. Kijk eens naar uw buurvrouw. Hoe flink dat die alweer terug is. Die is er al helemaal overheen. Neem daar een voorbeeld aan. Daarmee vernederen we mensen tot in hun ziel. En ik stel vast, de meeste mensen wel willen meeleven met mensen. Maar heel vaak, als ik zeg, ga naar die mensen naartoe, krijg ik als antwoord, ik zou wel willen, maar ik durf niet. Als ik vraag, houd je tegen? Ik weet niet wat ik op zo'n moment moet zeggen. In mijn boek Helpen bij Verlies en Verdriet heb ik een hoofdstuk gewijd aan 3 vragen. Wat kan je zeggen aan mensen in verdriet? Wat kan je schrijven? Wat kan je doen voor mensen? En ik wil op die 3 vragen kort
iets antwoorden. Eerste vraag. Wat kan je zeggen aan mensen in diep verdriet? Maar mijn boodschap is, vergeet die vraag. En stel je even de vraag. Wat zouden die mensen vanuit hun verdriet aan mij te zeggen hebben? Je moet niet gaan om allerlei te zeggen. Maar om te gaan, om te luisteren wat mensen vanuit hun verdriet aan u te zeggen hebben. Maar luisteren naar verdriet is niet eenvoudig. Ik geef in mijn boek 9 ideeën even te lezen voor je naar mensen naartoe stapt. Om beter te kunnen luisteren naar verdriet. Wat kan je schrijven? In mijn boek geef ik 3 ideeën als je een zinvol kaartje wilt schrijven. En 7 ideeën als je een zinvolle brief wilt schrijven naar mensen. Ik zal het niet allemaal opnoemen, maar ik wil je 1 voorbeeld geven. Ik kwam in een gezin en daar stond een beschouwkaartje dat de kinderen hadden gekregen bij het sterven van hun moeder op de geriatrische afdeling van het ziekenhuis. Wat stond daarop? We hebben jullie moeder maar 1 week gekend. En op die 1 week was ze al een vrouw geworden om van te houden. Al de kinderen hadden er een fotocopie van genomen en ze hadden het hun leven lang bijgehouden. Het vraagt 1 minuut tijd. Maar iedereen houdt dit voor de rest van zijn leven bij. Ik denk, nadenken wat je kan schrijven aan mensen. Kan heel erg belangrijk zijn, omdat het voor mensen zo betekenisvol kan zijn en zo kan bijblijven. Wat kan je doen voor mensen? Ga naar mensen naartoe en luister. En er is een Vlaams spreekwoord dat zegt, een goed luisteraar is vaak een heel goed spreker. Als je aandachtig naar mensen geluisterd hebt, dan hoor je waar ze vastlopen in het leven, wat ze moeilijk vinden, waarmee je hen zou kunnen helpen. Een goed luisteraar is vaak ook een goed spreker. En het kan mensen helpen als ze nog in staat zijn om iets te lezen, om iets te lezen te geven over verlies en verdriet. Want heel veel mensen zitten met het gevoel van, ben ik nog wel normaal? En lezen op papier dat wat ze meemaken normaal gedrag is van normale en evenwichtige mensen, kan voor mensen heel erg belangrijk zijn. En tenslotte, ik moet ongeveer afronden, dat er nog wat tijd is om wat vragen te stellen. Vergeet nooit dat met de dood het leven eindigt van iemand, maar nooit de relatie die men met iemand heeft. De relatie gaat verder, over de grenzen van de dood heen. Ik kan een relatie hebben met mijn ouders, ook al leven ze niet meer. En deze boodschap is misschien het allerbelangrijkste dat je van mijn verhaal van vandaag moet onthouden. Het is die uitspraak van de dichter Khalil Gibran. Wanneer je blij bent, schouw dat diep in je hart. En je zal zien dat enkel wat je smart gegeven heeft, ook vreugde brengt. Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart. En je zal zien dat je weent, omdat je ook vreugde schonk. De dichter Khalil Gibran leert ons dat vreugde en verdriet in het leven heel dicht bij elkaar liggen. Ik zou het nog veel eenvoudiger kunnen zeggen. Ik kan zeggen, verdriet heeft te maken met liefde. Verdriet heeft te maken met mensen die houden van mensen. Waarom eindig ik met deze uitspraak? Omdat dit mij althans al mijn hele leven helpt. Om in het diepste verdriet naar mensen naartoe te durven gaan. Te weten dat het verdriet dat ik dan zal aantreffen te maken heeft met het feit dat mensen in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen. Verdriet en liefde horen samen. En soms zijn het heel kleine dingen die je voor mensen kunt doen. En we beseffen dit vaak niet. En met 2 voorbeelden wil ik nog afronden. Vaak hoor ik van mensen in de ouderenzorg. Ja, als je dat maar durft te noemen, dan begint er een gans verhaal. En we hebben daar geen tijd voor. Wel, als je mensen aandachtig zou aankijken, even een hand op de arm zou leggen, wetend dat de huid een geheugen heeft. Dat je met warmte 3 minuten aandachtig naar mensen luistert. En dan zegt, oh, ik zou nu graag een hele voormiddag tijd voor je hebben. Maar het zijn nog zoveel andere mensen die op mij wachten. Welke boodschap heb je aan nagelaten die wilde een ganse voormiddag naar mij luisteren? Het zijn soms heel kleine dingen die ik doe. En ik wil dat met een laatste voorbeeld duidelijk maken. Ik vraag vaak aan mensen wat er in een moeilijke tijd
en het meest pijn, wat hen het meest verdriet heeft gedaan. En ik stelde die vraag aan ouders, wiens enige zoon van 16 jaar oud zojuist was gestorven. De jongen was geboren met fysieke en verstandelijke beperkingen, was altijd een zorgenkind geweest. Op 16-jarige leeftijd is hij aan een hersentumor gestorven. En toen aan die ouders vroeg wat er in die 16 jaar hen het meest plezier en het meest verdriet had gedaan, zeiden ze: wat ons het meest verdriet heeft gedaan, daar moeten we even over nadenken. Wat ons het meest plezier heeft gedaan, daar moeten we niet over nadenken. De avond van de dag dat onze zoon gestorven was, zaten wij thuis in een leeg huis en we wilden nog eens de tijd nemen om rustig afscheid van Ronald te nemen. We belden naar het ziekenhuis en ze verbonden ons door naar het mortuarium. Daar zijn ze komen in de voormiddag, dan is hij meestal heel rustig en kan je erbij bij hem zitten zolang je dit wilt. En de volgende morgen gingen we daar naartoe. Zaten we allebei naast onze zoon in die opbaarkamer in het mortuarium. Het was daar inderdaad rustig en stil. Maar ineens ging die deur van die kamer open. Er kwam er iemand binnen die duidelijk schrok dat wij daar zaten. Want hij had blijkbaar dezelfde redenering gemaakt. Ik ga er eens naartoe als er niemand is. De kinderarts die onze zoon in zijn laatste ziekte had verzorgd. Ze had één witte roos mee en twee tranen in haar ogen. Dit heeft ons in die 16 jaar het meest plezier gedaan. Beste mensen, ik wens jullie allemaal één witte roos en twee tranen toe. Thank you.